Yo mensen, ik heb een nieuwe video, Hildka Floris. En vandaag de derde vlog, alhoewel dit niet helemaal een vlog is. Ik ga wat dingen laten zien. Kijk, ik ben gelijk ook op een veel betere locatie. Ik ga wat meer dingen laten zien in deze video. Maar vooral wil ik in deze video eventjes met jullie delen waarom ik nou in hemelsnaam Spaans wil en ga leren. En waarom in Barcelona. Dus dat ga ik allemaal duidelijk maken met jullie in deze video. En ik ga dat even van verschillende locaties doen. Ondertussen ga ik jullie ook gewoon wat dingetjes laten zien. Want de vorige vlogs waren dan wel heel interessant. Maar niet per se heel veel nieuwe dingen laten zien. Zoals je kan zien trouwens, is het echt insane lekker weer. Het is 22 graden en de hele week blijft het dit weer. Dus dat is super nice. 22 graden, 21 graden, 20 graden en gewoon volle zon. En dat is een van de redenen dat ik thuis naar Barcelona gegaan ben. Maar ik ga dus even uitleggen waarom ik Spaans ga leren in Barcelona. Laat even een like achter. De vorige video of de vorige vlog is er letterlijk... We hebben meer dan 2500 likes. We hebben meer dan 2500 likes in 10.000 views. Dat betekent dat ongeveer 1/4 van de mensen geliked heeft. En dat is echt, ja, dat is insane. Dat is echt een niet normaal hoog percentage. Maar ik ga dus in deze video even uitleggen waarom ik Spaans ga leren. Oké, de eerste reden is omdat ik Spaans gewoon letterlijk de mooiste taal van de wereld vind. Of in ieder geval... Zo, daar val ik bijna. In ieder geval, daar hou ik er lekker in. In ieder geval top 3. Ik vind Italiaans, Spaans en Frans de 3 mooiste talen. En dat is gewoon heel makkelijk. Spaans is met afstand van die 3 talen het meest gesproken. Italiaans spreken ze alleen in Italië. Frans eigenlijk, ja, ook wel in andere plekken dan Frankrijk. Maar ja, in Canada ga ik toch nooit heen. Dus Spaans is gewoon in die zin de meest zinvolle taal. En vind ik dus een van de mooiste talen van de wereld. Dus dat is eigenlijk reden nummer 1. Reden nummer 2 is dat ik heel graag naar Zuid-Amerika wil. Dat lijkt mij zo vet om daar te reizen. 4 maanden, 5 maanden naar Colombia, Peru. En ook Midden-Amerika trouwens. Costa Rica, Nicaragua, spreek ik het goed uit, denk het wel. In ieder geval, dat lijkt me super, super vet. En welke taal spreken ze nou bijna in heel Zuid-Amerika? Ik hoor je het al raden, inderdaad, Spaans. Dus het lijkt me super vet om daar dan 5-6 maanden te reizen. Beetje rond te dwalen door Zuid-Amerika. Dingen te zien. Maar tegelijkertijd Spaans te kunnen spreken. Om een beetje met die locals te praten. Lijkt me echt super, super vet. En daarnaast kan je ook nog extra Spaans leren als je het al best wel goed kan. En je gaat daar ook nog eens een beetje tussen de locals zitten. Is het alleen maar nog vetter. Dus dat is reden nummer 2. Dan is reden nummer 3 is dat ik net gestopt ben met mijn fulltime baan. En ik een beetje meer op... Ondertussen staan we trouwens bij een best wel laag kasteel. Een beetje meer wil focussen op YouTube. En tegelijkertijd wou genieten van het leven. Dus ik wou naar Spanje. Want Spanje is gewoon top. Letterlijk gewoon top. En daar dus een beetje focus op YouTube, maar ik wil ook nog iets soort van nuttigs doen. Nog een skill bijleren. En ja, die skill is dan Spaans leren geworden. Dus dan zit je in een lekker warm land te focussen op YouTube. Maar tegelijkertijd werk je ook nog aan jezelf door middel van een taal leren. Dus dat is reden nummer 3 of 4 zijn we al. Maar reden nummer 4 of 5, waar we ook zijn. En de grootste reden, ondertussen film ik even op deze manier. Dan zien jullie meer van de omgeving. De grootste reden eigenlijk is dat er een kans is dat ik echt in Spanje wil gaan werken. Voor een bedrijf, voor mezelf, maar waarschijnlijk voor een bedrijf. Wat moet je kunnen als je in Spanje gaat werken? Spaans natuurlijk. Dan moet je gewoon Spaans kunnen. En ik heb al een beetje opgezocht. Je moet daar op B2 zitten, niveau B2. En dan kan je gewoon solliciteren in het Spaans. En B2 is dus best wel een goede... Oh, zullen we even stil zijn? Even kijken hoe dit gaat, dit zingen. Best mooi, best mooi. Ik wou dat ik kon zingen. Nee, dus je moet B2 moet je daarvoor voor hebben. En ja, ongeveer... In zes maanden is B2 wel te doen. Dus ik wil echt een officieel certificaat van... Yo, deze guy kan B2 in Spaans. En dan kan ik dus gewoon gaan solliciteren. Mocht ik dus in Spanje willen gaan wonen. Mocht ik dan in Spanje willen gaan wonen. Ik hoor je weer denken. Maar waarom wil je dan in Spanje wonen? Of misschien denk je dat niet. Misschien wil iedereen wel in Spanje wonen. Spanje is natuurlijk echt super top. Nee, de reden waarom ik in Spanje wil gaan wonen. Dit. Letterlijk met afstand de grootste reden is dit. En wat denk je dan? Dit? Vloggen? Nee. Is natuurlijk het weer. Ik vind het weer zo bizar lekker. En ik merk gewoon dat ik daar zo blij van word.
als het weer goed is. Lekker in de middag een boekje lezen in het zonnetje. Lekker naar het strand gaan en lezen in het zonnetje. Lekker lopen, wandelen. Ik bedoel, wandelen is super gezond, maar wie gaat er nou wandelen in de regen of in Nederland? Is dat ook nog niet? Ik heb het wel gedaan. Het kan wel chill zijn, een beetje wandelen in Nederland, maar het is niet ideaal. En hier is het gewoon zo leuk, omdat je die hele stad niet kent. Je loopt gewoon een beetje rond. En dan is wandelen opeens een van de leukste dingen. Met een podcastje in, met muziek in, een beetje rondlopen en de stad verkennen. En Barcelona is natuurlijk ontzettend groot. En ook al ken je straks natuurlijk, als je daar echt lang gaat wonen, na een jaartje, ken je de hele stad al. Is het alsnog leuk om te lopen als het lekker weer is buiten. Dus het weer is reden nummer 1. Dan een andere reden waarom ik in Spanje wil wonen is omdat het relatief goedkoop is. En ik zie al gelijk denken van oké, ja, maar de lonen zijn ook lager dan in Nederland. Heb je helemaal gelijk in. Alleen, mijn doel is natuurlijk om een eigen bedrijf te starten of YouTube zo groot te maken dat ik daar gewoon volledig van kan leven. En dan heb je natuurlijk een salaris dat niet afhankelijk is van het land waarin je woont. Dus dat zijn ook altijd al die dropshippers. Die wonen ook allemaal in Bali, omdat het daar gewoon insane goedkoop is. En als ze dan, nou, laten we zeggen, 3000 euro per maand verdienen. Je kan zoveel meer van 3000 euro in Bali dan in bijvoorbeeld Amsterdam. En natuurlijk zit ik nu in Barcelona en dat is letterlijk de duurste stad van heel Spanje. Het is alsnog veel goedkoper dan Amsterdam, maar het is niet heel goedkoop. Maar zeker later, als ik straks Spaans gewoon goed kan, een beetje meer gesetteld ben, wat ouder ben en ik ga gewoon in een wat kleiner dorpje wonen in Spanje, is het echt zoveel goedkoper dan in Amsterdam. Overigens ben ik nu aan het lopen in El Born. En je hebt El Born en El Gótico naast elkaar en daar zijn ze wel bekend om, met deze hele smalle straatjes. Hele smalle straatjes. Hier moet je natuurlijk niet zijn als het 3 uur 's nachts is, je dronken bent en in je eentje bent. Dat is natuurlijk niet handig. Maar het is overdag wel vet om doorheen te lopen. Het is zo ongelooflijk smal. En je hebt echt ontzettend veel van dit soort straatjes hier in dit gebied. En dat vind ik al best wel mooi. Ook heb ik het gevoel dat je hier in Barcelona, of nou ja, in een ander land dan Nederland, ook gewoon een beetje je eigen gangetje kan gaan. Het boeit allemaal wat minder. Want niemand ken je. Nu heb ik het algemeen al best wel vaak scheid. Maar bijvoorbeeld nu, ik loop nu rond met zo'n vlogcamera. Echt, het is mega druk. De hele tijd zie ik mensen kijken. Het boeit me niet echt heel erg, zeg maar. Ik heb best wel snel al gehad dat het me niet echt heel veel meer boeit. En dat denk dat je dat hebt, zeg maar, best wel. Of dat je dat sneller hebt als je in het buitenland zit. Want in Nederland heb je toch nog het gevoel van, oh, ze weten wat ik zeg. Of, oh, snap je wat ik bedoel? En ik heb dat gewoon veel minder in het buitenland. Dus dat is ook chill. Dat je gewoon een beetje je eigen gangetje kan gaan. Ook ben je ook minder afhankelijk van mensen. Want je kent uiteindelijk toch niet heel veel mensen hier. Dus je kan heel erg gewoon doen wat je zelf wil. En dat is ook best wel nice. En de laatste reden is misschien wel dit soort dingen. Gewoon het leventje in Barcelona, in Spanje. Want ik heb ook een jaar in Madrid gewoond. Daar wil ik nog een andere video van maken. Of over maken. De verschillen tussen Madrid en Barcelona bijvoorbeeld. Maar ik heb ook een jaar in Madrid gewoond. En daar heb je dit ook. Het Spaanse leventje. Gewoon lekker op het terrasje zitten. Het is nu nog geen 5 uur op een donderdag. En alle terrasjes zitten vol. En natuurlijk dat is ook deels omdat het heel toeristisch is. Maar de grootste reden is denk ik ook wel een beetje dat gewoon heel erg Spaans is. Op een terrasje zitten. Lekker in het zonnetje. Het weer dat laat het toe. Want het weer is natuurlijk zo lekker. Dan kan je bijna niet naar je werk naar huis gaan. Dan moet je haast wel gewoon lekker met een biertje of een colaatje of een sangriaatje of een Tito de Verano op het terrasje zitten. En dan ben ik nu nog niet eens op het pleintje waar de meeste terrasjes zijn. Trouwens totaal niet. We zijn nu bij die kathedraal. Het valt hier heel erg mee. Maar je hebt zo ontzettend veel pleintjes waar het gewoon vol is met mensen die lekker gewoon rustig na een harde werkdag of een lange werkdag gewoon een beetje aan het chillen zijn. En dat kan dus omdat het zo lekker weer is. Oké, dat waren een beetje de redenen waarom ik dus Spaans wil gaan leren. En ook waarom ik dus nu in Barcelona woon. Want ontzettend veel mensen vroegen zich af. En nou ja, ik wil eventjes duidelijkheid geven. Dan heb je ook een beetje idee hoe en wat. Daarnaast wil ik eventjes wat meer laten zien ook van Barcelona. Want in de vorige video's was het wel leuk, de reis ernaartoe en een beetje de introductie van mijn leven hier. Maar ik kan nog niet echt iets laten zien en ik wil dat in deze video, of ik hoop dat deze video beter hebben laten zien hoe Barcelona er een beetje uitziet. En de komende Barcelona video's zal ik ook nog veel meer laten zien. Ik heb ontzettend veel leuke ideeën die ik kan doen voor video's. Dus ik heb daar heel veel zin in. Laat sowieso jullie like achter. Ga kijken of we weer zoveel likes kunnen halen. Ik ben trouwens nu op Plaza de Catalunya. En dat is een groot plein in het centrum van Barcelona met ontzettend veel
duiven, zo te zien. Echt ontzettend veel duiven. En waarom is dit nou het centrum? Omdat alle grote straten, je zou eigenlijk eventjes op Google Maps moeten zien of moeten kijken hoe Barcelona in elkaar steekt. Maar je hebt heel veel van die hele lange rechte straten. En je hebt bijvoorbeeld de Las Ramblas, dat is wel een hele bekende. Maar ook Paseo de Gracia, dat is daarachter. Dat is de straat met alle dure winkels. Daar heb je Gran Vía de les Corts, dat is een hele lange straat ook daar. En dat is de straat trouwens waar aan ik woon. Vanaf hier, ik denk dat ik 5 minuutjes en dan ben ik thuis. Vijf, zes minuutjes lopen. Dus ik woon echt ontzettend centraal, waar ik heel erg blij mee ben. Kijk, ik ben een beetje niet heel, ik vind deze vogels even niet heel relaxed eigenlijk, als ik echt eerlijk ben. Ik loop even weg van het pleintje. Dat is echt niet normaal trouwens. Ik heb hier nog nooit gelopen. Dus de eerste keer dat ik überhaupt echt op dit pleintje loop. Ik loop er altijd een beetje omheen. En ik denk ook gelijk de laatste keer, want er zijn veel te veel van die duiven. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie iets meer duidelijkheid gekregen hebben. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Laat die like achter. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie natuurlijk in de volgende video.